Helaas geen 4-mijl van Emmen dit weekend. De organisatie vond het nodig om de 4-mijl af te zeggen vanwege een paar druppels regen. Maar ja, niet getreurd. Wij hoeven maar één cijfer en één lettertje te veranderen. En we maken van de 4-mijl in Emmen de 5-mijl in Ommen. We zijn bij de Bissing Run. Wij gaan hier de 5-mijl doen. We beginnen ergens in het stadje Ommen zelf. En ik ga nu eens op zoek naar het startnummer. Ik spreek jullie zometeen weer. Nou, het startnummer heb ik alweer binnen. Het is dit keer nummertje 655 geworden. Wij gaan ons voorbereiden op deze heerlijke 5-mijl en ik zie jullie bij de start. Nou, we staan bij de start. Nog een paar minuutjes en dan gaat het beginnen. De allerlaatste run tevens voor mijn zomervakantie. Ik ga namelijk even naar Frankrijk toe. Ik ga dus wel volgende week nog een mooie wedstrijd in België opnemen. Die week daarop ook nog eentje. Daarna misschien nog een paar wedstrijden in Frankrijk. Maar het probleem is, ik kan ze niet editen. Dus het duurt een paar weken voor de T-runs online komen. Maar we gaan nu eerst even genieten van de Bissing Run, de 5-mijl van Ommen. Genieten van jongens. Een meisje is een meisje en een jongen is een jongen. Hè? En dan kun je van alles bij bedenken. Maar attentie voor de start. Ah, goed. Gerrit Voortman ook. Ja, en Gerrit Voortman, ik had hem nog niet eens zien staan hoor. Maar dan moet je wel zeggen dat er een fenomeen is. Maar die Gerrit Voortman die heeft natuurlijk al een hele mooie prestatie neergezet in dit leven van atletiek. Gerrit Voortman is natuurlijk een kanjer, want Gerrit Voortman liep natuurlijk bij de we'll be right back.
I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go. In a book. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Run. To better times, to better times, to better times.
Nou, we gaan nu het bospad in. Ik ben, zoals je hoort, nog steeds een beetje verkouden. Ik heb nog steeds wat een beetje last van die gekneusde rib. Ja, dat duurt ook wel weken. Maar die rib, die heb ik toch even behandeld met een beetje ibuprofen. Dat helpt, zeggen ze, tegen de pijn. Nou, heb ik daar maar wat van ingenomen. En zien of het helpt. We zitten nu op richting de 2,5 kilometer. Is alweer een leuke prestatie voor sommigen. Voor mij ook wel. Vooral in deze situatie. Komen nog wat mensen achter mij aan. Dus ik ben niet de laatste. Gelukkig maar weer. Ja, het is een mooi gebied om me. Ja, kijkt u eens even. Kijk. Mooie grasvelden. Het ziet er allemaal prachtig uit hier. Het is niet voor niks een echt vakantiegebied. Want hier staan heel erg veel campings. Nou, kan ik er mooi even inkomen. Want over een paar dagen zit ik al in België op de camping. Voor de Summer Run in Westerlo. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik heb me ervoor ingeschreven. Ik heb een camping hier vlakbij opgezocht. En ik ga die run doen. Ik kan hem alleen pas editen als ik weer thuis ben. En ik ga eerst nog even een roadtripje Frankrijk maken. Deze roadtrip kan je straks ook terugzien. Die komt op Rosso's Travel Channel. Ik heb daar een linkje beneden neergezet naar Rosso's Travel Channel. Er staat nu alleen de Sunny Beach vlog nog maar op. Van 2021. Ja, en daar komt dus de Frankrijk vlog bij met een paar weken. Nou, ik ga even weer verder. Want ik raak aardig achterop zo. En wij spreken elkaar bij de volgende pitstop. Yo! Just watch me.
Oh. Nou, hoor. Kijk eens even. Oh, hallo. Lekker. Hallo. Hallo. Dus jullie zijn ons aan het voorzien van het water. Ja, hey, succes hè. Hartstikke bedankt daarvoor. Wij gaan even lekker genieten van een heerlijk beetje water. Oh, wat lekker. Het is ook belachelijk warm. Het is volgens mij nog steeds een graadje of 24. En ja, ik heb het idee dat het vocht mij boven het hoofd verdampt. Zo warm is het. Ach, ik zie daar alweer een aantal mensen heerlijk op het terras zitten. Ja, een beetje jaloezie is wel aanwezig. Ja, ik ga nu eventjes weer een stukje verder. Ik neem aan dat jullie het trouwens al gezien hebben. Ik heb nou hier beneden even weer wat nieuwe dingetjes in beeld. Ik heb daar zo links in beeld staat nu de tijd duration. Die hele balk die je hieronder ziet, dat is, nou, je ziet daar staan de 8 kilometer. Of zal ik daar 5 mijl neerzetten? Ik weet het nog niet. En aan die kant zie je nu de temperatuur, mijn hartslag en de snelheid die ik ga. Nou zal het nu niet zo hard zijn, maar dat gaat zometeen weer harder. Wat een prachtig gebied hier, jongens. Heerlijk. Oh, even een beetje zweet van het hoofd af. En we kunnen weer verder in dit heerlijk mooie Ommen. Jongens, tot straks. Yo! I don't know.
even een klein stukje wandelen. Want het is belachelijk warm. Ik heb van die verkoudheid nog overal slijm vastzitten. En ja, en de rib, die werkt ook niet mee. En ik weet niet hoe kalmerend ibuprofen werkt voor bij het hardlopen. Maar ja, hartslagje ging weer richting de 180. Niet goed, Jan. Dus ik zal hem even iets langzamer aandoen. Want we willen dit natuurlijk wel overleven. En we gaan gewoon even extra genieten van deze prachtige natuur die hier is. En we komen vanzelf bij de finish. Ja, ik vond het wel leuk dat we even over een stukje boerenland heen mochten. Waar we even een drankje mochten doen. En ja, het is heerlijk in de avond. Als het overdag was, was het helemaal niet te doen. Want volgens mij was het overdag wel 28 tot 30 graden. Maar ja, zo in de avond tussen de 23 en 26 is ook nog aardig benauwend en warm. Het is wel grappig, hier een keer als ik aan het praten ben, komen er weer wat mensen voorbij. Ga ik weer rennen, ga ik ze weer voorbij. Ik denk dat we tegelijk over de finish heen komen. Dat is ook wel weer leuk. Nou, ik ben weer een klein beetje bijgekomen, geloof ik. Hartslag 155. Hier. Sorry jongens, maar alles zit mij vast. Het is niet handig om te gaan filmen met een complete verkoudheid. Nou ja, jongens. Lekker, hè? Lekker. Ik ga weer door. En ik hoop dat ik zo snel mogelijk bij de finish ben. Ik heb er nu 5 op zitten. 5 kilometer. En nog 3 te gaan. Tot straks.
6 kilometer alweer. Nog 2 te gaan. Dan hebben we de 5 mijl gehad. Zo. Oh. Ik zie daar al dat we weer ons tunneltje weer komen. En jongens, vergeet even niet. Kan ik even op adem komen? Ik wil even rustig subscriben. Like deze video. Druk even op het belletje. En laat een leuke comment achter. En klik ook even op de link hier beneden. Die staat bij de beschrijving. Voor Rosso's Travel Channel. En daar ook even op subscriben. Dan, en het belletje. Want dan krijgen jullie dat ook nog mee. Een prachtige roadtrip door België en Frankrijk. Nou, wij gaan nog maar eens even verder. Dit gevecht aan. De mensen die ik net weer voorbij kwam, komen mij weer voorbij. Zo komen we heerlijk gezamenlijk over de finish. Nou, ik spreek jullie straks weer. En ik denk dat dat nog wel bij een pitstopje 7 kilometer of zo is. Want veel kracht zit er niet meer in het lichaam. En die hartslag gaat ook maar niet omlaag. Jammer. Nou, het wordt ook al schemerig. Dus moeten we wel afschieten. Want het is op dit moment al wel... nou, dus even kijken. Het is alweer 7:10 lokale tijd. Ja, dat is toch ook wat. Niks aan te doen. Nou, even het horloge weer goed zetten. En ik spreek jullie zo bij de volgende pitstop. Jodel!
time. A generation of my time. There is nothing we can do. 7 kilometer. We hebben hem aangetikt. Nog heel even. En dan zit deze ultra zware strijd voor mij er weer op. En het ging niet eens zo om de heuvels dit keer. Het was een prachtig parcours. Lekker vlak. Een beetje de meeste verharde weg. En ja, ook een prachtige natuur om te zien. Maar ja, een beetje een zieke, sneuwe, gebroken jampie. Nou, dat gebeurt ook af en toe. Gelukkig hebben we nu straks wel lekker veel rust. Want jullie zullen de komende drie, vier weken even niets meer horen. En het even met het oude materiaal moeten doen. Nou, volgens mij is het ook nog maar 1 bochtje of zo. En dan nog even een beetje kracht bijzetten. En dan zullen we er wel weer zijn. Bij de finish. Deze keer denk ik niet dat ik in het midden eindig van het klassement. Wat vaak gebeurt. Ik zeg altijd, als er 100 man meedoen, ben ik nummertje 50. Maar ik hoorde dat er 88 man meededen. Ik denk wel dat ik nummertje 80 word. Maar ja, geeft allemaal niet. Het gaat niet om de snelheid. Het gaat om het plezier. Het gaat om het hardlopen. Om het sporten. En om je eigen gezondheid. Dus, nou, even kijken. 800 meter. Moet lukken toch? Dus hier de bocht om. En dan rechtdoor. Jongens, tot bij de finish. Yo!
621. Is dat Mariette van Doornik? Bedankt Mariette. Mariette, waar kom je dan super binnenlopen? Staat maatrood aan staat, maar jij doet dat ook gewoon op de maandag zaterdag. Is dat Jan Rossinger? Jan staat het erop. Wanneer komt dat op de Rossons Running Show YouTube? Wanneer staat het erop? Morgen vroeg. Wanneer staat het erop, jongeman? Morgen vroeg. Oh, wat doe je vanavond dan? Editen! Oké, okay. Morgen vroeg kunnen jullie kijken, jongens, op Rossos Running Channel. Want daar is hij, de man met 655. Komt hier mooi binnen en heeft hij goed gedaan. Dat was hem dan, de Bissing Run 2022. Ik noemde hem ook wel de 5-mijl van Ommen. Poeh, zware run. Ja. Ik vond het zelf persoonlijk een zeer zware run. Hij zal voor de rest zal die allemaal wel redelijk mee zijn gevallen. Maar ja, door ziekte kan je het af en toe wat moeilijker hebben. En ik ben al 2 weken dat ik aardig wat ziekig ben en wat schor en hoesten. Ja, het gaat niet allemaal even gemakkelijk. Door dat vele hoesten, 1,5 week geleden tot 2 weken geleden een ribje gekneusd. Ach. Het kan je allemaal maar zo gebeuren. Desalniettemin gaan wij nu wel een heerlijke vakantie vieren. Want wij gaan even een paar weken uit het koude kikkerlandje. Wij gaan richting Frankrijk via België. En ik ga hopen dat ik daar ook een paar wedstrijden mag doen. Deze wedstrijden zal ik dus, wat ik al eerder heb gezegd, ook opnemen. Alleen ik kan ze in Frankrijk niet op mijn laptopje editen, want... mijn laptopje is daar niet krachtig genoeg voor. Dus dat moet thuis weer gebeuren. Jongens, eventjes subscriben, liken, druk even op het belletje en laat een comment achter. En ja, daar maken jullie mij hartstikke blij mee. Ik heb beren dorst, dus we gaan het eventjes weer bekijken wat we nou hebben. Op de dop staat de kroon op ons werk. De vonkenregen. Nou, laten we het maar niet meer over regen hebben. Maar de vonkenregen. Tonen van citrus en rijp zoet fruit. Dit gaat gepaard met milde hopbitters en licht zoet moutige afdronk. Het is een biertje van 5,8%. Nou, en het is door Gerardus gebrouwen. Lekker hoor. Het ziet mij er hartstikke lekker uit. Kijkt u eens even hoe het eruit ziet. Een prachtig mooi flesje. Kleurrijk. We gaan hem eens even openen. En we gaan eens even proeven hoe dit smaakt. Komt-ie dan. Lekker hoor. Fris, sprankelend, hoppig blond bier. Daar is geen woord van gelogen. Het is een heerlijk biertje. Als het spul niet zo duur was, zou ik er zo'n kratje van af willen halen. Hier kan ik wel een weekendje op leven. Lekker man, heerlijk fris. Oh, lekker. Nou, deze sappelen wij nog eventjes heerlijk verder op. Ja, jongens, jullie moeten maar eventjes mijn oude video's terugkijken de komende weken. En ik ga wat prachtige video's opnemen. En vergeet even niet, ik heb de link in de beschrijving staan, in de description van Rosso's Travel Channel. Daar gaat nog een hele mooie vlog op komen vanuit Frankrijk. Wij spreken elkaar eind juli weer, denk ik. En jongens, geniet van de week. Geniet van het weekend. Ik geniet van deze vakantie. Geniet van het leven. Proost jongens, tot later.